Het is zaterdag en we hebben vandaag best wel een druk dagje gehad. Nick is namelijk op pad geweest om mijn scooter te verkopen. En dan denk je, scooter? Inderdaad, ik rijd er nooit op. Op een hele mooie Vespa en dat vond ik zonde en daarom hebben we hem ook verkocht. En ik heb het hele huis opgeruimd. En we gaan nu eventjes samen boodschapjes doen. Dus dat is een lekker nuttig zaterdagje. En hier op het Gelderlandplein zit een superleuke nieuwe winkel. En dat heet Bless Concept. En dat is van vrienden van ons. Namelijk van Michael Bless. En jullie kennen vast wel de Céleste Chantal Bless. Dat is mijn zus. En dat doen ze samen. En die zit dus hier. Kijk, superleuk. Met allemaal heel bijzondere spulletjes. Het ziet er überhaupt heel gaaf uit hier. Kijk dit alleen al. Hi! God. We hebben heel de Albert Heijn leeg gekocht. Ja, dat heb je ervan. Als je met honger gaat winkelen. Ik had ook echt trek. Lukt het, schatje? Nou, schatje, wat gaan we eten vanavond? Want we hebben heel veel boodschappen gedaan. Ja, wat ging je wel eten? Nasi. Nee. Oh, nee, dat was morgen. Oh, dat was overmorgen. Pasta misschien met biefstukje. En spinazie. Oké, ik ben wel benieuwd naar jouw nasi. Is die naar aanleiding van jouw vaders recept? Want dan is het sowieso lekker. Nee. No comment. Jammer. Ja, die is lekker. Ja, die is echt lekker van jouw vader. Goed, het is ondertussen alweer 9:15, want we hebben dus mega gezellig gekletst met Michael van Bless Concept. Het is echt een hele leuke winkel en alle spullen die je daar kan kopen hebben allemaal een heel erg mooi verhaal. Daarom heet het ook Concept Store. Dus dan moet je zeker even een kijkje gaan nemen en als je langs gaat, dan moet je eventjes de groetjes doen van Josh. Moet jullie beloven, dat is leuk. Hoort hij de hele dag door groetjes van Josh, dat vind ik grappig. Dus op Gelderlandplein zit het in Amsterdam. Zeker langs gaan. Echt een mega inspirerende winkel. Ja, je moet dus normale messen kopen, schat. Ik mag zeker gaan opruimen nu. Ja, ik zie het wel vannacht. Nee, maar je moet even een normale messenset kopen. Zonder perfect. Oké, okay. Dat is goed. Grote messen. Ik moest mijn messen weggooien, geloof ik. Helemaal niet. Helemaal huis weggooien. Niet waar. Ik vind het wel gezellig zo met al die spullen hier. Ik denk dat ik het gewoon laat staan. Kijk, het is lekker. Dat gaan we morgen meenemen. We gaan namelijk naar Wassenaar. Waar mijn zusjes zijn en mijn ouders. En hier nog meer boodschappen. Oh my god. Nou, past allemaal net. Ja. Zo veel. Hou jij eens op. Met zo knap doen. Ja, ja, ja. Niet zo knap doen. Hier, kan jij dit maar pakken. Deze heb ik allemaal geëmptied. Volgens mij is daar een officiële vlognaam voor.
Maar die weet ik even niet. Dat gaat Robin me later wel even laten weten. En ik heb Marcia er een keer over gehoord. Maar deze zijn allemaal op. Dus dat zijn mijn favorites. En die ga ik zeker ASAP restocken. En ASAP staat voor as pretty as possible. Good afternoon. Het is geen morning meer en we zijn onderweg op deze mooie zondag naar Wassenaar. En dan gaan we lekker met mijn zusjes en mijn ouders even ontspannen en samen eten. Maar we gaan nu eerst heel eventjes om de hoek bij mijn ouders kijken bij het nieuwe huis van mijn zus en haar vriend. Want die hebben een nieuw huis gekocht en het begint al een beetje af te raken na de verbouwing. Dus ik ben echt super benieuwd, want ik heb het echt al heel erg lang niet gezien. Ik ben er alleen even in geweest toen het net was gekocht en toen was het nog een bouwval. Dus ik neem jullie mee. Misschien kan ik wat inspiratie opdoen voor ons nieuwe huis. Hey, maar dat uitzicht, Bas. Hoe leuk is dat? Goeie boven, kijk. Ik wil weg. Dus kom naar boven. Opdraaien. Naar de tweede kant. Ja, kom maar. Handje op de trap. Ja, met de trap. Dan ga je douchen straks, hè? Ja? Wat is er? Wat is dit? Papa, mama, dit. Is daar een geheime deur? Pas jij er precies doorheen? Kijk dan, durf je dat? Dat is de werking, hè? Nou, best wel groot. Zo, hé. Ja. Hey. Daar is Stan, schatje. Kom maar. Zo. Dag, schatje van me. Wat een mooi huis, Len. Wat mooi. Stietje. Kijk eens. En waar is de open haard? Waar is de open haard? Oh ja, mooi. Olivia. Olivia. Wat vind jij er allemaal van, Ootje? Kijk eens, is voor jou. Oh, wat is dat? Thanks. Wow! Wat is het? Openmaken. Ja, moet hem openmaken. Oké, boeien we mee. En hey, Stietje, zit jij op ons te wachten? Hey, schatje. Daar is Rebel. Hey, Rebel. De beste vriend van Stutje. Stutje, loop maar weer weg. Rebel, ga je spelen met Stut? Nick, wil jij 9 grote lepels even uit die la pakken waar je voor staat? Oh, wat gaat het liefdevol. Wat is dat liefdevol, hè? Ja.
Stut, doe eens lief tegen Rebel. Doe eens lief tegen Rebel. Rebel wil alleen maar spelen. Hey, Stut. Stut. Doe eens lief. Ga eens delen. Hey, kijk eens. Hij wil alleen maar spelen, Stutje. Zitje. Ga je lekker slapen? Ga je lekker slapen, schatje? Dag liefie. Dag liefie. Goedemorgen, het is maandagochtend, een nieuwe week met nieuwe kansen. En ik ben vanmorgen mijn oorbellen vergeten in te doen, dus ik voel me een beetje kaal. Maar ik heb wel mijn mooie JV Lexi scarf om mijn nek. Dus dat kleedt wel weer een beetje aan. Nou, het was weer een typische maandag. De dag is dus echt voorbij gevlogen. Maar ik wil nog wel eventjes mijn outfitje met jullie delen. Want ik heb namelijk de Lexi scarf om. Op deze manier. Dus ik heb hem zeg maar naar voren geknoopt. Teruggeknoopt eigenlijk. Ik heb mijn Socialite t-shirt aan. En die heeft dus aan de achterkant, even kijken of ik het kan laten zien, een heel mooi ketting element. En die is van de 19 collection. Dat is het Sissy shirt. En ik heb het denim jasje aan van de 18 collection. Zo. En natuurlijk de trench. En die is er in 3 kleuren. En ik heb nu de camel kleur aan. Mijn nieuwe Gucci tas. En mijn broek en schoenen zijn van Zara. En nu ga ik naar huis en ik ga eventjes het pand afsluiten. Even kijken wie er allemaal nog is. De meeste mensen zijn al naar huis. En dan ga ik iedereen wegsturen. Oké, ladies, ik ga... Weet ik niet, ga ik nu kijken. Ja, zwaai is echt leuk. Niet te laat maken. Doei! Nou, daar is denk ik niemand meer. Het is wel donker. Zo donker. Nou, daar zou ik iedereen al weg. Alright. Nou, helft van jullie sluit af. En ik heb mijn handen vol. Ik ga ook naar huis. Good morning. Kijk, ik heb echt een hele coole broek aan van Josh V. Met een flapje eroverheen. Als een soort van rokje. Het is van de party collectie. All black everything. En de Simone blouse heb ik aan. En natuurlijk de hele grote shopper van Josh V. En het goede nieuws is, er is nu 30% korting. Of wat zeg ik? Volgens mij 50. Twijfel, 30% of 50%. Good morning. Het is donderdagochtend en ik ga richting kantoor. En ik heb mijn hele mooie studded jacket aan. Zo'n motor jacket van de 19 collection. En verder de ivory broek, de Elise boots, de essential blues, dat is de Charla blues van Josh V. En een hele mooie trui. Ik ben de naam even kwijt uit mijn hoofd. Ik moet echt zoveel artikelen onthouden. Maar deze wollen trui die zit ook in de 19 collectie. Die heeft hier zeg maar zo'n hele mooie chique lijn lopen. Nou ja, en dus mijn bikerjasje van de 19 collectie.
en mijn Gucci-tas. En ik ga nu haasten. Oh, en de laptop sleeve natuurlijk. Je hebt bijna alles van Josh V aan vandaag. Mijn haar is weer lekker fris. En helemaal mooi gefeund. En daarna heeft Joder met wat voor krultang heb je hiervoor gebruikt? Met een hele dikke Cloud 9 tang. Ja. Dat is echt heel raar. Het ziet er wat een beetje... Ja, maar ik heb deze ook in het goud. Maar dan van een ander merkje weer. Maar dit vind ik wel echt heel mooi. Een beetje roze krul. Ja, het is meer slag wat erin zit. Dat vind ik wel heel erg mooi. Dus en nu heeft ze het een beetje getoupeerd her en der. Het is ook wel nodig, want als het net gewassen is, bij mij is het echt super glad. Ik heb nu alleen nog een hele kuif, maar die gaan we nu een beetje... Laten we maar niet zo. Heerlijk hoor, zo'n touch-up. En het eindresultaat. Heerlijke volume en een mooie slag. Het is alweer vrijdag. Hoe snel ging deze week? Het is eigenlijk niet normaal. Maar goed, het is bijna weekend en ik heb er zin in. Ik ben benieuwd naar jullie plannen. Ik heb niet zo heel veel gepland. Nick, zijn kindjes die komen weer bij ons om het weekend. Komen Nino en Luen, de kindjes van Nick, die komen bij ons logeren. Dus dat is super gezellig. En ik wil eigenlijk met ze gaan schaatsen op Museumplein. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus misschien samen lekker schaatsen en verder een beetje ontspannen doen. Want ik heb echt een mega drukke week achter de rug. Maar goed, make-up does the trick. Daar zie je helemaal niks van. Nou, het is echt weer een typische vrijdag. Echt rennen, vliegen, vallen en weer opstaan. Maar goed, ik wil nog eventjes mijn outfit met jullie delen. Want ik heb een volledige look aan van de party collectie. Van de 19 collection. Namelijk mijn Brandy Glitter Heels. Met mooi blauw suède aan de achterkant en zwarte glitters op de voorkant. En dit super, super, super fijne broekje. Met hele gave ketting hier. En deze... mooie sweater met een hele mooie diepe V-hals en hele schattige zwarte kraaltjes aan de sleeve opening. Dus dit hele lookje is van de 19 collection en die is nu met 50% korting te verkrijgen via de JV Partner Stores of via joshv.com. Alright, ik ga ook even lunchen en hiermee moet ik dus ook mijn vlog gaan afsluiten. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe nog even een thumbs up als dat het geval was. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer weer. Bye bye!